barde juist het natuurlijke leefgebied van de belangrijkste zoogdieren, vogels en reptielen die in Nepal leven. Het is een zeer gevarieerd gebied met bergen, rivieren, grasland en van de dieren die je hier vindt, hebben een beschermde status, omdat er nog maar weinig van over zijn. Wilde olifanten bijvoorbeeld. Maar ook gavialen, dat zijn krokodillen, met van die karakteristieke smalle bekken. En de Bengaalse tijger, daarvan leven er nog maar 32 in Bardia. Hier ook weer sinds Indische neushoorns rond. Vanwege zijn huid die uit bobbelige platen bestaat, wordt hij ook wel panzerneushoorn genoemd. De neushoorns voelen zich dus prima thuis op de grasvlakte van Bardia. Maar je vindt ze ook in de oeverbossen. Inmiddels kan ik niet meer wachten om de neushoorns met eigen ogen te zien. Ik ga apart met gidsen, die precies weten waar we ze kunnen vinden. Maar om er te komen, dat is nog best lastig. Wanneer je de bush uitkomt, dan kan je toch wel van die momenten hebben dat je denkt, gaat dat of gaat dat niet? Want je moet rivieren moet je oversteken. En dat is toch altijd wel wat aanpassingen verdient dat. Het is... How deep is het? Oké. Okay. Oh, that's not a problem. 1.5. All right. Ik keer heel vaak altijd op dezelfde plaatsen. Dit is wat oud. Ik zie er wel wat torretjes die hier doorheen lopen. En dat is wat verser. Met allemaal vliegjes eromheen. Die zitten zich er ook wat lekker te vermaken. Maar wat je verder ook ziet, zie je ook sporen. En ik moet iets vertellen voor spoorzoeken. Dat is mooi. Moet je kijken. Dit is een spoor van een neushoorn. En je ziet dat het hier een beetje donkerder gekleurd is. Dat is het vocht hier van het zand. Dus je kan zien dat het een vers spoor is. Bij die zie je dat... Als je, ga even mee, moet je kijken. Dit is wat ouder. Kijk, hier is alles... Nou, dat moet je niet onderschatten. Kijk, dit is ook toch nog behoorlijk vers. Dus, dat kan een nachtje oud zijn. Dus je moet hier in de buurt zitten. Dat is mooi. Dat is het territorium van de neushoorn. Het is de meest geliefde plaats. En als het mee zit, en de kans is heel groot, dan komen we hem hier tegen. We moeten heel zachtjes doen. En als hij aan het grazen is, dan hoor je hem ook grazen. Dus even afwachten. This is the best place for the rhino. Is it the best place? Ja. Yeah. Ze houden heel erg veel van water, dat weet ik. Ze vinden het heerlijk om erin rond te wentelen. Vooral om wat verkoeling te zoeken. En zo aan het einde van de dag is het vrijwel zeker dat ze hier naartoe komen. En dan eten ze waterplanten en wieren uit het water. Hier, deze plek. Kijk even. Terwijl we de omgeving nauwlettend in de gaten houden, zie ik plotseling iets bewegen. Het is geen neushoorn, maar een groep langoers of hoelmans, zo worden ze ook wel genoemd. In Nepal is de langoer een heilig dier. Volgens Hindoes vormen de langoers namelijk het leger van de apengod Hanuman.
De langoers leven over het algemeen in grote groepen. Ze voeden zich met vegetatie en vruchten. Het is duidelijk dat ze niet bang zijn voor een nat pak als dat nodig is om bij het lekkerste van de waterplanten te komen. Dat zijn overigens dezelfde planten waar ook de neushoorns zo dol op zijn. Dit was Dierenmanier op reis vanuit Nepal. Tot de volgende keer. Dag mensen.